We zijn hier in bloemenveiling Plantion met André van Kruijsen, de verantwoordelijke man voor de veiling. Ja, een lastig jaar en ook nog inspelen op wat er komen gaat. Hè. Dat moeten ondernemers. Ja, constant. We hebben het afgelopen jaar ook goed gedraaid. Het is lastig voor onze klanten, nu ook weer met de maatregelen bij de winkels. We gaan ervan uit dat we ook het komende periode, lastige periode, weer goed doorkomen. Ja, ja. Ik heb nog iets meegenomen over gezellig thuis, hè, met elkaar. Dit hè? Keurig. Vers, ook, gewoon, lekker. Ook van een lokale ondernemer natuurlijk. Hè. Dat kan wel inderdaad. Dus, dankjewel. Bij deze. Hartstikke goed. Ja, boekenzaken zijn ook dicht natuurlijk. Je kan wel gewoon bestellen. Maar deze hadden we nog liggen. De parels van de Edese landschappen. Het is ook een tijd van lezen. Ja. En zo. Dus die geef ik je ook graag. Hartstikke goed. Zo zien we dat er ook veel wel kan. Geniet met elkaar. En ja, goed. We gaan er tegenaan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Martine, jij bent hier directeur van Startpunt, een van de basisscholen in Ede. En net als alle andere basisscholen hebben jullie een heel pittig jaar achter de rug. Corona, met ziekte, testen, vaccineren, noem maar op allemaal. En ondertussen zorgen dat iedereen hier gewoon naar school kan gaan, gewoon les kan volgen, gewoon groep 8, zo groep af kan afmaken. Dat is heel erg pittig geweest en vanuit de gemeente hebben we enorm respect voor wat jullie hebben gedaan. De vakantie gaat een week eerder beginnen, maar wat we jullie gunnen is vooral dat je heerlijk uit mag rusten en straks in het nieuwe jaar met nieuwe kracht en nieuwe energie weer aan de slag kan gaan. En het is natuurlijk heel mooi om te zeggen dankjewel, fantastisch gedaan, maar het is nog veel leuker om dan ook een cadeautje te geven. Dus ik heb een doos met mandarijnen meegenomen voor de hele school. Lekker. Vitamintjes om lekker gezond te blijven, ook in het nieuwe jaar. Dus dit gaan we brengen bij alle scholen in één. Super fijn. Niet dezelfde doos. Elke keer een andere doos. Elke een andere. Moet ik hem aanpakken of zit ik hem neer? Oh, alsjeblieft. Ja. Nou, hartstikke bedankt. En vinden wij wel lekker, hè, jongens? Ja. Mandarijntjes. Ik ben Peter. En ik ben Levi. En we staan hier lekker binnen, zwembad de Peppel. Eind van het jaar, lekker warm. Maar weet je nog wat we in februari van dit jaar hebben gedaan? Ja, toen sprongen we in het ijskoude water. Buiten, in de vrije slag, in Bennekom. En wie won? Wie was het eerst aan de overkant? Ik. Ja, dat was jij. En dat deden we om iedereen in coronatijd te laten zien dat je veilig en verantwoord kan sporten. En het was leuk, want heel veel mensen hebben dat gezien. Jonge mensen hebben dat gezien, kinderen hebben dat gezien. En Ronis, als je kijkt, van harte gefeliciteerd met je derde plek op het NK 400 meter. Want je bent dankzij dat filmpje harder gaan wedstrijd zwemmen. Nou, er is niks leukers dan bewegen en om prijzen te winnen. Ik wil jou bedanken, Levi, dat je met mij de aftrap hebt gedaan. Ja. En ik wil jou deze handdoek geven namens de gemeente Ede om mensen aan te moedigen en jou in het bijzonder. Nou, bedankt. Dag Bart, fijn dat ik hier even mag zijn. Ja, van harte welkom. Ja, en de aanleiding is dat het in coronatijd voor heel veel mensen, ondernemers in de horecabranche, in de evenementenbranche ook en ook op andere terreinen heel lastig is. Ook voor Pathé is het niet makkelijk. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, nee, het is zeker niet makkelijk. We hebben te maken met heel veel beperkingen. We kunnen veel minder bezoekers ontvangen. We zitten er al een tijdje in, maar we zijn als bedrijf gewoon flexibel, veerkrachtig. En we passen ons heel snel aan de maatregelen die we naar ons toegeworpen kregen. En we blijven het positief benaderen. Nou, fantastisch om te horen. Maar omdat het niet makkelijk is, hebben we namens het college een berg oliebollen voor jullie allemaal. Superlekker. Om jullie hart onder de riem te steken. En jullie zijn een belangrijke partner voor ons. En jullie ook voor de toekomst heel veel succes te wensen. Wat gezellig hier. Leuk dat je ons even kunt ontvangen, want iedereen zit hier natuurlijk lekker te eten en dan stap ik opeens even binnen. Een zak oliebollen. We zitten aan het einde van het jaar. En je hebt het afgelopen jaar, maar met jou heel veel andere vrijwilligers in de gemeente Ede, die hebben dag in dag uit, week in week uit, met allerlei leuke projecten, mooie bijeenkomsten ingezet voor de Edese, voor de Edeveense. Nou, noem alle dorpen en wijken maar op. Samenleving zich ingezet. En deze oliebollen
als bedankje, als waardering en met jou ook al die andere vrijwilligers die zich op zo'n mooie manier het afgelopen jaar, geen gemakkelijk jaar, maar dat is toch gelukt. En volgens mij hebben jullie heel veel inwoners hier blij gemaakt en vandaar hartelijk dank. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Heel erg bedankt hiervoor. Het is ook een zak oliebollen, dus je hoeft ze niet allemaal alleen op te eten. Ik ga ze zeer zeker niet alleen opeten. Ik ga ze netjes uitdelen met de rest van mijn vrijwilligers. Super, top. Dankjewel voor je komst. Ja, Menno en Remco van Stam. Restaurant, ja, echte horecaondernemers. En zoals velen in de gemeente zijn ook jullie getroffen natuurlijk. Maar ik zie jullie wel inspelen op in ieder geval wat er wel kan naar de klant toe. En als ik mezelf neem, ja, dan haal ik het. Kom ik thuis en dan denk ik van ja, heb je toch iets mee van het gevoel alsof je in een restaurant eet. Klopt dat? Ja, nou ja, dat is ook precies wat wij willen uitdragen. Kijk, de bedoeling was natuurlijk kerst, een mooie kerstboom neergezet. We hebben de sfeer hier naar binnen gehaald. En ja, dat kunnen we nou niet bieden. Dus we proberen dat dan toch aan de gasten mee naar huis te geven. Lekkere wijntjes, een mooi menuutje gemaakt. Ja. En dat mensen dan thuis toch mooi de gedekte kersttafel hebben en dan toch een beetje stam in huis kunnen halen. Ja, en daar gaan volgens mij veel mensen bij welke horecaondernemer dan ook gebruik van maken. Ja. Ja, hou je de gezelligheid toch in huis. Beste medewerkers van het Leger des Heils en beste daklozen. Ik wil jullie graag een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. Het Leger des Heils verricht op onvermoeibare wijze geweldig werk in de gemeente Ede. Ten behoeve van daklozen en andere mensen die het moeilijk hebben. Ik wil jullie daar heel erg hartelijk voor bedanken. En ik overhandig met volle overtuiging deze zak oliebollen als dank voor jullie werk. En ik wens jullie een fantastisch en heilzaam nieuwjaar toe. Ede gaat voor een goed 2022.